Goedenavond. Welkom bij de quiz van het jaar. Voor de voorlaatste keer blikken we terug op 2014. Het was een jaar van economische crisis en besparingen, waardoor we met z'n allen weer wat meer op de kleintjes gingen letten. Goed nieuws dus voor onze eerste gast. Sinds dit jaar speelt hij mee in de hoogste regionen van de Vlaamse comedy. William Bouva. Haar partij werd afgetekend de allergrootste en ze mag zich sinds deze zomer mevrouw de minister noemen, maar vanavond noemen we haar gewoon Lisbeth. Mevrouw Homans. En deze mevrouw zit hier vanavond bij wijze van opwarming, want vanaf volgende week deelt zij hier elke avond de lakens uit op deze zender. Alom tegenwoordig op radio en tv, Siska Schoeters. En tenslotte een man die een cultuurprogramma mocht maken voor de VRT, maar terugkwam met een hilarische roadmovie. De tweede slimste mens ter wereld, Bart de Pauw. Deze vier hoofdrolspelers van het afgelopen jaar proberen zich het komende uur zoveel mogelijk te herinneren van 2014. In ruil voor een goed antwoord verdienen ze geld voor hun zelfgekozen goede doel. De winnaar gaat vanavond naar huis met 2014 euro en komt morgen misschien terug in de grote finale van deze quiz. Maar we beginnen zoals gewoonlijk en dat doen we bij het begin. De MV van het jaar. Straks spelen de kandidaten in duo's, maar nu nog even alleen. Kennen de kandidaten elkaar en vooral elkaars jaar? Laat me het eens vragen aan William Bouva. Dag William, welkom. Dank u. Alles goed? Ja, ça va. Je speelt vanavond voor de VZ2 To Walk Again. Ja. Ja. Het ging hard voor jou hè, dit jaar. Je was een veelgevraagde gast in tv-programma's. Een eigen programma ook, op To Be. Balls of Steel. Hoorde je dat zeggen op één? Blijkbaar. Maar vooral, je begon te toeren met je eerste avondvullende show, Megalomaan. Ja. Echt een druk jaar. Ja, het was heel druk. Ik ben ermee in première gegaan. Ik heb hem een keer of 50 gespeeld dit jaar. Dus ja, ik ben moe. Nu vraag je me nog om naar hier te komen ook. Ja, laten we eens kijken naar een stukje van jouw show. Hey, dat is het probleem. Hè. Mensen kunnen niet normaal tegen mij doen. Hè. En niemand niet. Hè. Zelfs niet mensen waar je het van verwacht. Hè. Zelfs dokters niet. Hè. Hier in België wordt als invalide om de 4 jaar gecontroleerd of dat je dat nog wel ziet. Ja, maar die geloven dat zelf. Hè. Ik heb ooit een neger van 2 meter gestuurd en die laten zeggen: hallo, ik ben William, ik ben genezen. Je maakt zelf vaak grappen over je lengte. Is dat om anderen te snel af te zijn? Ja, je moet dat ook. Als je op het podium komt en ik zeg er niks over, dan kijkt iedereen naar mij van: ja, maar. maar ik vind het ook wel belangrijk als comedian dat je ook jezelf kunt relativeren. Ik vind, als je dat kunt, dan mag je ook andere dingen relativeren. Ja. Een eerste vraag voor Lisbeth, Siska en Bart over het jaar van William. Toen hij op bezoek was bij Studio Brussel, Siska, dus je hebt misschien een beetje voorsprong bij deze vraag, zei hij dat hij vaak mails met bizarre voorstellen ontvangt. Welk bizar voorstel kreeg hij tot dusver niet? Het is vooral duidelijkheid geen mop. A. Of hij wilde meespelen in een film over reuzen. B. Of hij dwergen kent die in een chocolaterie willen werken. Of C. Of hij reclame wil maken voor een anti-krimp wasproduct. En één ervan heeft hij niet gekregen. Ja. Dus 2 wel. Ja. Ik vind ze alle 3 even erg, eerlijk gezegd. Ja. A, B of C, stemmen maar. Wat heeft hij niet gekregen? Alle 3 het anti-krimp wasproduct. Ja, Bart? Die anderen lijken mij zo bizar dat het waar moet zijn. Ja. De meest evidente dan niet, denk ik. William? Inderdaad. C is de eerste dat ik niet heb gehad. Nog niet. Heb je? Ja. 3 keer 25 euro. Ja, en dan naar een politiek zwaargewicht. Enfin, figuurlijk dan, want je ziet er beeldig uit, Lisbeth. Oh, dank u wel. Hoe gaat het? Goed. Je bent precies op verlof geweest. Zo zie je eruit. Ja, dat is waar. Eventjes met mijn kindjes gaan surfen. Het was heel leuk. Oh, geweldig. Je speelt vanavond voor Camiano, een restaurant voor thuislozen in Antwerpen. Mm-hmm. Was het een topjaar voor jou, 2014? Of ben je toch een beetje blij dat het voorbij is? Eigenlijk wel een beetje. Maar het was leuk. Wat is jouw topdag geweest? 25 mei toch, de verkiezingen? Nee, niet echt. Dat was een zeer hectische dag. En dat overkomt nu allemaal. En de dag daarna besefte pas wat er eigenlijk is gebeurd. Ja. Dit jaar heb je ook plannen, hebben we al mogen lezen. Veel, hè? Ja, ik heb gelezen dat je een lief zoekt.
In een artikel. Goed lief. Maar nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Het staat in het laatste nieuws, dan moet het waar zijn. Ja, dat is waar. Ja. Vooral als je een tekst niet mocht nalezen. Nee, ze hadden mij... De vraag was, geloof je nog in de liefde? En ik heb gezegd, uiteraard. Wat is er mooier dan de liefde? Maar je zoekt geen liefde. Wat is er mooier dan de liefde, Thomas? Maar ik ben over uw lief bezig. Maar ik heb geen liefde. Dat is echt politici, hè. Je merkt dat. Hè. Dat is zo direct... Ja. Maar ik geloof nog in de liefde. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat nu iedereen constant moet beginnen mailen en sms'en. Ik ga dat op mijn gemak doen. Dus je bent op zoek, maar... Ik ben niet op zoek. Het zal je overkomen. Maar dat is het beste toch? Het moet u overkomen. Ik wist niet dat je zo romantisch was. Hey, je leert nog iets bij. Dat is al begonnen, ja. Nu, in het parlement gaat het er wel even anders aan toe. Hè. Daar hebben jullie nu ongelooflijke overmacht in alle parlementen. Hoewel, ik vraag me toch af wie de echte baas is daar. Ik behoor tot de oppositie, ik behoor tot de meerderheid. Het is logisch dat we op een aantal punten van mening verschillen. Maar de komende maanden zullen we echt... Als een minister spreekt, moet een andere minister wel zwijgen. Hè. Dus... Mag ik snuiten? Snuiten mag, ja. Ja, warme sfeer daar in het parlement. Hè? Ja, absoluut. Is Hilde Krevits altijd zo bitchy? Maar die is helemaal niet bitchy. Die is echt wel sympathiek. De vraag voor William, Siska en Bart over Lisbeth en haar jaar. Als je echt meetelt in België... Sorry, Vlaanderen. Dan word je ooit wel gepersifleerd door onze collega's van Tegen de Sterren Op. Welke actrice zet in Tegen de Sterren Op een fantastische Lisbeth Homans neer? Is dat A. Barbara Sarafian? B. Tine Embrechts? Of C. Nathalie Meskes. Zie je nog eens naar hier, denk ik. Wat denkt er? Ja, stem maar. Wie speelt Lisbeth Homans in Tegen de Sterren Op? Siska zegt Nathalie Meskes en Bart en William Tine Embrechts. Nathalie Meskes, denk jij? Ik weet het echt gewoon niet. Maar je ziet wel een Lisbeth Homans in Nathalie Meskes. Het zijn alle vier heel mooie vrouwen. Laten we eens kijken naar wat het juiste antwoord is. Mevrouw Homans, het woord is aan u. Meneer de voorzitter, ik mag er toch van uitgaan dat wij in de grotten van Han bediend zullen worden in het vlekkeloos Nederland. Zonder accent in grammaticaal, picobello, FNF, gelijk als dat wij in staat klappen. Ik ga de vergadering opschorten. Het is al 11:55 en het zijn pannenkoeken. Met Luikse stroop. Luikse siroop. Of met Tiense suiker. Tiense suiker. Ja, Tine Embrechts, €25 voor Bart en William. Wat vind je daarvan, Lisbeth? Herken je jezelf daarin? Mijn accent wel een beetje, denk ik. Mijn kinderen vinden dat hilarisch. Ja. Van de valse Lisbeth Thomas naar de enige echte Siska Schoeters. Dag Siska. Dag Thomas. Welkom. Jij speelt voor Prinses Harte, een VZ2 ten voordele van kinderen met kanker. En ja, dit jaar ben je van radio naar televisie gegaan, hè? Mag ik dat zo zeggen? Even. Ja, ja, want je bent ook al terug bij de radio geweest. Ja. In maart presenteerde je de muziekquiz Oh La La La. En vanaf volgende week, dus hier, samen met Bart Peters, het programma Bart en Siska. Is dat een nieuwe liefde, TV? Ah, ik dacht dat je Bart Peters ging vragen. Nee, niet per se. Ik ga in maart ook gewoon terug naar de radio. Ja. Het is ja, iets dat er even tussenkomt. En ik ben heel blij dat ik dat mag doen. Maar ik ben ook heel blij dat ik terug naar de radio kan. Het is heel fijn om het te mogen, samen mogen doen. Ja, op de radio amuseer je inderdaad ook geweldig. Heel erg gefeliciteerd met de vroegste winnaar die er ooit zal bestaan van 3 september 2014. En op welke manier ga je dat vieren? Eten met de vrouw. Neuken met de vrouw? Eten met de vrouw. Oh, sorry. Kun je echt anders beginnen? Maak er een leuk etentje. Ja. Dat is niet goed, hè. Maar ik verstond dat echt, terwijl mensen zeggen niet neuken met de vrouw. Dat weet ik ook wel. Maar ik verstond dat precies ergens. Ja. En nu ga je samen met Bart Peters dingen doen? Praten. Ja, ja. Ja, ik ging vragen, zijn jullie al gaan eten? Maar, over dat praatprogramma, dat hier dus volgende week te zien is, gaat de volgende vraag voor William, Lisbeth en Bart. De show kreeg tijdens de brainstorm even een andere naam voor ze voor het geniale Bart en Siska gekozen hebben. Wat was de werktitel volgens Bart Peters? A.
Peters versus Goeters. B. Siska en Bart. In plaats van Bart en Siska. Of C. Bert en Saskia. Wat was de werktitel van Bart en Siska? William, ben je aan het twijfelen? Ah, ze zijn op mij aan het wachten. Ja. Of, ik wou dit wel... Ik zal... Ah ja, ja, twee keer Bert en Saskia. En jij hebt uiteindelijk gekozen voor Peters versus Goeters, William. Ja, omdat ze knipperden toen dat het erop kwam. Dus ik dacht, dat is zeker een teken. Ja, vreemde strategie. Misschien ja, werkt die. Wat is het? Het was Bert en Saskia. Ja. Heel even. Het was moeilijk om een titel te vinden. Zoals je kon merken. Ja, 25 euro voor Lisbeth en Bart levert het wel op. Ja. Eerst nog even naar die andere Bart. Hè. Dag Bart. Goedenavond. Ja, zeggen mensen soms Bart Peters per ongeluk? Nee, ze zeggen heel veel Tom Leenaerts tegen mij. Is dat? Ja, echt waar. Hey, dag Tom. Hey. En tegen Tom zeggen ze dikwijls heel hard Bart. Heel vreemd. Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Jij speelt vanavond voor de Belgische vereniging tegen mucoviscidose. Je hebt op de valreep trouwens nog voor het meest amusante en zeer succesvolle programma gezorgd van één, Biker Boys. Dank je wel. Het is wel bezig. Hè. Trots op? Ja, ja, het is hetgeen wat we wouden maken. Ja. Ja. Ja, een programma dat echt focust op cultuur. Dus goed gaan eten, goed gaan drinken. Mensen zien dat jij er nog schijnt. En ja, voilà. Het is echt wel een reisprogramma waarbij dat we... echt ook wel cultuur gaan doen, ze. Een streekbierke. Heb je een streekbierke? Nog een streekbierke hier of zo? Kaas, sausjes. Mensen zien dat jij. Dat is toch Vlaanderen vakantieland dan? Zeg, zal ik eens vragen voor een streekbierke hier? Of wat kaas? Het ziet er wel uit alsof je je ongelooflijk amuseert. Het was heel leuk. De draaiperiode was tof. Het zijn twee toffe kerels, Ben Segers en Jonas. En ook Umesh, die ook onze fixer speelt. Is ook een heel toffe kerel in de ploeg. Het was heel fijn, een fijne draaiperiode. Ja, en over die fixer gesproken. Hopelijk hebben de anderen al gekeken. Dan zijn deze 25 euro makkelijk verdiend. Jonas, Ben en Bart worden tijdens hun tocht bijgestaan door een fixer in de Biker Boys. En zijn naam in het programma is A. Pactis, B. Haldis of C. Wadis. Ik zie twijfelende gezichten. Je is weer op mij aan het wachten. Al gekeken, Lisbeth, naar Biker Boys? Maar ik ken het wel, maar nee, ik heb nog niet gekeken. Ja, je was met vakantie. Ah, voilà. William, jij? Shit, dan heb ik van de verkeerde afgekeken. Ja, waarom hij heet zoals hij heet, laten we hem zelf uitleggen. Die naam Haldis, van waar komt dat eigenlijk? Is dat van India of zo? Nee, dat komt eigenlijk van Haldis een koffie, Haldis een wafel, Haldis wat eten, maar ik ben eigenlijk de maar niks en ik kom uit Leuven. Haldis de pijl! 25 euro voor Siska. En daarmee zit de eerste ronde erop. Eens kijken wat dat heeft opgeleverd in euro's. William, 25 euro. Lisbeth en Siska, 50. En Bart aan de leiding met 75 euro. Ja, William, vind je dat erg? Ik denk dat ik gewoon moet bijleggen op de... Ja. Nee, die kans is kleiner. Er is nog niet veel gebeurd. Voordeel is ook dat jij nu mag kiezen met wie je de volgende ronde speelt. Het eerste duo mag jij samenstellen. Dan kies ik Bart. Ja, zeker. Lisbeth zoekt een lief. Hè? Dus dan doen we de jongens tegen de meisjes in de koppen van het jaar. Wat is er dit jaar zoal in de krant verschenen? Dat vertellen de koppen van het jaar. Zo dadelijk krijgen we 12 krantenkoppen te zien. Eentje uit elke maand van het jaar. Uit elke kop hebben we één woord weggelaten. Jullie krijgen telkens 10 seconden om aan te vullen. Het ontbrekende woord te raden. Elke aangevulde krantenkop is goed voor 20 euro. En we beginnen bij Bart en William met het nieuwsblad van 21 januari. 7 maanden cel voor wat op echtgenoten? Moord. Nee, minder erg. Spuwen. Ja, bijna, ja. Bijten. Krabben. Nee. Verwijten. Pissen. Nee. Ja, plassen op echtgenoten. Oh. Ja. 20 euro voor jullie alle twee. Val nog mee, 7 maanden. In de rechtbank beweerde hij dat hij aan het slaapwandelen was en hij dacht dat hij voor het toilet stond, zei hij. Maar super, dat mocht niet baten. Super. Ja.
Ik ga dat allemaal opschrijven. Hij had nogthans haar een bril omhoog gezet. Ja. Februari. Keniaan schenkt wat weg om zijn schulden af te lossen? Nier, long, hart. Nee. Nee, dat gaat niet. Nee. Been, dochter, kind. Dochter, vrouw, kinderen. Vrouw, vrouw, ja. 20 euro. Ja, de genaamde Francis Cavengo. Iemand had hem geholpen met stenen bakken. Dat kostte 7,5 euro. Hij had die 7,5 euro niet en dus bood hij zijn vrouw aan. Verre prijs. Ja. Oh. Het was al de tweede keer dat hij dat deed. Hij mocht het wisselgeld nog houden. Maart. Gent vervangt allochtoon door persoon met wat? Hallo. Met huid, andere huidskleur. Nee. Nee, met andere cultuur. Eén woord. Met... migratieachtergrond. Ah. Ja, ze hebben een nieuw woord. Het is veel makkelijker uit te spreken ook. Je bent niet voor, Lisbeth? Ik vind dat veel moeilijker dan allochtoon. Ja, want het is op zijn geinste migratieachtergrond. Ja, dat is wel direct iets exotisch. Hoor. In Antwerpen zijn er geen woorden die je daar wilt bannen? Nee. Nee? Nachtwinkel uit. Fijn, april. Homans is wat aan de Schelde? Thatcher. Thatcher is goed. 20 euro. Jij wou van alles zeggen. Ik wou van alles zeggen. Maar zoals? Bloem. Oh. Vrijgezel. Stop er niet toch eens. Het wordt alleen maar beter. Ja. Nee, professor emeritus Jan Franke van de UA zei dat. Een dikke vriend van mij. De Thatcher aan de Schelde. Ja. Heb je andere bijnamen nog? Nee. Ik heb geen andere bijnamen. Nee. Maar misschien als ik hem lief vind. Ja, dat zou kunnen. Ja, die bent mij nu voor. Hè. Dat is een goede tactiek. Ah, ja. Ja. Volgende maand. Bart en William, en dat is al mei. West-Vlaming breekt wereldrecord 50 uur op... Fiets. Nee, op zo'n attractie, op een... Ja, op ja, een, ja, ja. Attractie, op, attractie in het park. Ja, wel schoffen voor dat... Ja, schoffen. Vliegende Hollanders. Ja, dat was de piratenboot, was het. Sam Klauw heet hij. Sinds mei dit jaar is hij officieel wereldrecordhouder op de piratenboot. 50 uur heeft hij erop gezeten. Dat staat in de titel. Hij kan lezen. Ja. Juni. Justin Bieber laat zich dopen in... Mustella. Zijn eigen... Zwitserland. Uitwerpsel. Nee, nee, iets waar je dat in kunt doen. Een badkuip. Ja, badkuip. Ja. Zijn eigen uitwerpsel. Zijn eigen uitwerpsel was toch beter. Dat is normaal gezien voor de tweede date. Maar ja, ik date niet meer, je ziet het. En dus nu, hij was zijn leven beter. Hij vond dat religie de way to go was. En hij heeft dan bij een vriend in de badkuip zich laten dopen. Bart en William. Graffiti. Graffiti? Nee, aangevel. Wat aangevel kan u 50 euro kosten. Belgische vlag. Vlag is goed. Ja, goeie. Ja, een opmerking van een gemeenteraadslid van de N-VA in Aarschot. Het ging dan over de vlaggen waar Jupiler op stond. Reclame, ja. Ja, verspreid door Jupiler. En is dat omdat Jupiler een Waals merk is? Mon nee. Maar mijn kinderen hadden dat bij mij thuis ook hangen. Dus ik had wel een beetje schrik. Ook met Jupiler? Dat mijn burgemeester, zijnde Bart de Wever, mij ook een gasboete ingegeven. Maar hij heeft het niet gezien. Dus er heeft aan jouw gevel een Belgische vlag buiten gehangen? Maar dat was voor de voetbal. Hè. Mijn kinderen waren zo mee met het WK. En... Ja. Ja, 50 euro gasboete. Augustus. Vrouwelijk orgasme zit vooral in... De oren... Ja. De creditcard. In de hersenen. Ja. In het brein. Ja, wat zit er rond het brein? Lingeriewinkel. In uw gedachten. Ja, hoofd, ja. Jo, zeg, ja. Brein is toch... Nee, dat is goed, ja. Ja. Oh. Ik zei echt goede dingen ook. Zeg je broek? Nee, ik zei creditcards. Schoenenwinkel. Maar, allee. Ja, het is al lang geleden natuurlijk, Elisabeth. Oh. Nee, sorry. Het vrouwen denken te vaak aan de vuile keuken, blijkbaar, of de kinderen op het moment van de waarheid. En dus er is onderzoek gebeurd. Een professor in het artikel zegt dat het beste is wat je als man kunt doen, je partner aanmoedigen om zich te focussen. Oh. Ligt die borstel even neer. September. Ik word steeds minder wat, zegt Bart. Gepest. Wat? Steeds minder? Het gaat over u, hè. Dik. Geen idee. Dat zou gelogen zijn. Oh. Slecht is het goede antwoord.
Heb je dat vaak, dat er zo koppen verschijnen waar je van denkt, heb ik dat eigenlijk wel gezegd? Goh, ik herlees het allemaal niet meer in de krant, dat is erg. Ja. Ja. Dus, lees jij krantenartikels nog? Ik heb er geen. Siska en Lisbeth, oktober. 1 man op 10 gaat elke maand naar wat? De hoeren. Een ander woord? Prostituee. Prostituee. Dat is gemakkelijk, hè? Ik ken ze wel, hè? Ja. Ja, de Nationale Bank heeft dat beweerd in oktober. Ik twijfel er niet aan. Ja. 1 man op 10, gemiddeld 15 keer per jaar naar de hoeren. 15 keer per jaar? Ja. Ja. Dat is veel. Ja, dat vind ik nu ook. Voornamelijk in het najaar, dat is daar echt veel passage. Oh ja, met de staking. Bart en William. Hilde Grafiet en Lieve Somans. Wat? Nee, dat is nu mode. Rauw? Droef, rauw. Nee. Ah, ja. Ze droegen Christig, zwarte nagellak. Zwart? Ja, nee, gothic. Oh, ja. Ik dacht shellac. Ja, maar het was dus omdat het zwarte shellac was die je droeg, blijkbaar. Heb je nu shellnagels? Ja, maar dat zijn wel mijn echte, hè? Ah, ja, ja. Maar die zijn nu dat bruin. Dat is gewoon nagellak. Bruin. Dat mag, hè? Van mij mag alles, ja. Als het maar helpt. Als we morgen iets willen gaan eten. Hè? Oei. Je hebt het zelf gezocht. Ja. Zit je al op Tinder? Nee, zo wanhopig ben ik nog niet. December. Gezochte crimineel zit in... De gevangenis? Gevangenis? Ja, goed. €20. Amai. Ja, jullie zijn wel goed aan het spelen. Ja, goed aan het spelen. Een Bulgaar stond op de opsporingslijst en hij zat dus ergens waar ze nog niet gekeken hadden, namelijk in een Belgische gevangenis. Ja, dat is hard aangekomen bij de heren, dat lezen van de kranten. William, €65, Bart, €115, maar Siska en Lisbeth, €170. Ja, Bart? Ja? Met wie wil jij de volgende ronde spelen? Ah, ik mag kiezen. Ja. Lisbeth. En waarom? Ah, we moeten samen een keer afgaan. Hè. En ik wou Siska voor het laatst. Ah. Bart en Lisbeth tegen Siska en William. En we zitten weer met 2 nieuwe duo's voor de foto's van het jaar. Ik zal in zo dadelijk 4 foto's tonen uit 4 verschillende maanden. Elk team mag dan om beurt een foto kiezen en de 2 vragen die daarbij horen beantwoorden. De eerste vraag is dan €20 waard, de tweede 40. En het thema vandaag is, en dan zijn we hopelijk voor altijd van dat woord verlost, selfies. Siska en William, welke selfie kiezen jullie eerst? Welke maand? Oh, kiezen gaan. Dat is maart, hè? Maart? Maart? Ja. Ja. Selfie op de Oscars. Mm-hmm. Hollywoodsterren zijn dan toch gewone mensen, bewezen ze, want ze nemen ook selfies, net als wij. Ellen DeGeneres gooide de halve rode loper op een hoopje tijdens de Oscar-uitreiking. En die foto ging in een mum van tijd de wereld rond. Binnen de paar uur meer dan 2 miljoen keer gedeeld op Twitter. Daardoor ging Twitter zelfs even plat. De foto verpulverde het vorige record. Op wiens naam stond dat met meer dan 800.000 retweets. A. Justin Bieber. B. Barack Obama. Of C. Paus Franciscus. Ik zou A of B, denk je. Zou maar heeft Justin Bieber niet de meeste volgers van die 3? Ja, misschien wel. Misschien A dan toch, ja. A, zeggen jullie? Ja. Dat was Barack Obama. Ah. Ja. Ja, toen hij herverkozen werd. Nee, dat is mijn verjaardag. 6 november, ja? Ja. Waar was uw kaartje? En niet alleen in Hollywood, maar ook in Vlaanderen werden er volop selfies gedeeld. Wie was Sant in eigen land? Hij werd door de lezer van het laatste nieuws tot selfie van het jaar gekozen. A. Deze naaktselfie van Joke van der Velden en Leslie-Ann Poppen. Of B. Die selfie van Prins Laurent en zijn familie. Of C. De selfie van de Rode Duivels. Wat werd door de lezer van het laatste nieuws tot selfie van het jaar gekozen? Ik denk C. Ik denk dat ook eigenlijk. We denken alle twee C. Dus voor €40. Ja. En dat klopt. De Rode Duivels hebben dat gelijk gewonnen. Bart en Lisbeth, mei, augustus of december? Uw rayon, politiek. Kom aan, eens wilt. Mei dan. We zullen niet zotten. Mei. De stemfee. Dat is een hype op verkiezingsdag. Het is tof, maar officieel verboden. In theorie kan je er tot €3000 boete voor krijgen. Bij mijn weten heeft geen van deze mensen een boete in de bus gekregen. Dit zijn de leukste stemfees. Deze man nam eerst een aperitief, blijkbaar.
Dat was Lijs de Dekker, de enige stem ook van Jean-Marie zelf. Hebben jullie goed opgelet bij die stemvies? Heb je dan ook gezien welk lijstnummer SPA had? Ze weet het, ze weet het. Moet er even opkomen. Shit. Komt in orde. Komt in orde. Ik weet het niet, hè. Twee, denk ik, maar ik ben niet zeker. Ik ga ervoor. Twee. Dat is 12. 12? Wel, er voor zit een 2 in, hè? Yes. Ah. Ja. Nu, of Bart de Wever een stempie heeft durven nemen, dat weten we niet. Is dat nu echt verboden om een stemfee te nemen? Ja, geloof ik. Hè? Dat mag niet. Hè? Bart de Wever dus geen stemfee. En of hij dit jaar een selfie met de koning heeft gemaakt, valt ook te betwijfelen. Want ook dat soort selfies heeft een speciale naam. Hoe worden selfies met de koning genoemd? Kingfish. Kingfish? Ja, goed. Ja, goed. Goed gevonden, hè? Dat is goed gevonden. Filipvies? Kan ook, hè? Filippies. Filipvies. 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 Kingfish. Kingfish, 40 euro. En als we dan eens kijken hoe het staat met de score, dan zien we mooie dingen. Bart 155 euro, Lisbeth en Siska 210 en William 105. Kom aan, William. Oh. Ja, je kunt het nu goed maken, met december of augustus. Kies maar. Goh, augustus, is goed. Pak augustus dan. Ja. Poetin dacht deze zomer, ik zal ze daar eens hebben in Europa. En hij begon met een boycott tegen onze peren, maar dat was buiten Twitter en de andere social media gerekend. We gingen massaal op de foto met een Belgische peer. En ondertussen is de perenconsumptie verdubbeld. Wat goed is, maar ook jammer. Want een ander Belgisch exportproduct werd harder getroffen. Wat voert België het meest uit naar Rusland? A. Chocolade. B. Tomaten. Of C. Varkensvlees. Tomaten. Op zich hebben we toch niet zo'n lekkere tomaten? De tomatenboeren komen over je heen. Ja, dat is, Belgische tomaten Twitter ontploft. Dat is toch zuidelijker, lekkerder? Dat lijkt me varkensvlees, nee? Ja, ik denk dat ook. 20 euro voor varkensvlees. Tweede vraag. Voetballers gingen dit jaar dan weer met een ander stuk fruit op de foto. Welke fruitselfie was even een hype in voetballand? Dat weet ik. Ja, dan mag je het antwoord geven. Banaan. Ja, de bananenselfie. Ja. En dat kwam hierdoor. Tuurlijk, ja. Dani Alves, speler van Barcelona, kreeg tijdens een match een banaan naar het hoofd geslingerd. En de lijnrechter is in de war, maar Alves blijft koelbloedig, pelt de banaan en eet hem op. Case closed, zou je denken? Zeker na die fantastische hoekschop. Maar toen doken plots alle voetballers ter wereld hun fruitmand op. En kregen we selfies van Balotelli, Neymar, Dries Mertens ook. En Suarez die bijt ook wel eens graag. Ook in een banaan. De man die de banaan smeet heeft levenslang stadionverbod. December. Voor Bart en Lisbeth. Selfies die in december werden genomen. Lachende mensen op een zonnige locatie. Je zou denken toeristen. En dat waren ze ook. Ramtoeristen, meer bepaald. Waar werden deze ramtoerist-selfies genomen? Dat weet ik. Dat was in Australië. Toen ze daar die gijzeling hebben verijdeld, hadden ze daar selfies. Heel goed. Goed, ja. Ja, een café in Sydney. De aandacht was overweldigend. Nu, de meeste ramtoeristen hebben hun selfies verwijderd. Nou, dat bleek dat er ook 3 doden gevallen waren. Nu, eigenlijk is het woord zelf ook al redelijk dwaas, hè? Selfie. Vandaar dat Kees van Kooten pleitte voor een ander, meer Nederlands klinkend woord voor selfie. Wat stelde hij voor? A. De selfie. B. De ikpik. Of C. De autofoto. Die weet ik. Wat is de autofoto? Autofoto. Hij heeft dat gezegd op de radio. En niet alleen op de radio. Maar Bart weet alles. Ik vind het woord verschrikkelijk. Die verengelsing, ik vind het een onzinnige zaak als we een Nederlands equivalent hebben. En het equivalent voor selfie, dat is heel simpel. Dat is, dit is het. Selfie is een autofoto. 40 euro. En daarmee zijn de foto's gespeeld en kunnen we naar de eindscore van deze ronde kijken.
165 voor William, Bart heeft 215 euro en Siska en Lisbeth aan de leiding met 270 euro. Ja, er is nog één combinatie die jullie niet hebben gehad. Bart, met wie moet je nog samenspelen? Ik denk met Siska, hè? Ja. Gaan dat goed doen, hè? Ja, ja, ja. Bart en Siska, dat zal vast oefenen voor volgende week in de beelden van het jaar. In de laatste duoronde hebben we 8 fragmenten uit het afgelopen jaar door elkaar gegooid bij wijze van een alternatief jaaroverzicht. Bij elke gebeurtenis is straks een vraag, dus ook een antwoord. Hoe meer feiten jullie onthouden, hoe meer antwoorden je kunt geven, hoe meer euro's je kunt verdienen. Let goed op, want hier komen de beelden van het jaar. Waking in the rubble, walking over... Kun je anders als triestig zijn? Hè? Duisternis valt over Limburg. Doet pijn. Het boek is eigenlijk een soort van nuancering over wat dat mensen al over mij weten. En het doorbreekt vooral de perfectie die dat mensen denken dat mijn leven heeft. Happy New Year, everybody. 27 jaar bijna hier gewerkt en nu moeten we ander werk gaan zoeken. Het zijn al 2 mensen vanuit Nederland en van Turnhout en ik vind allemaal heel ver. Dit wordt hem! Nee, weer Howard! I'm not fucking leaving! Show goes on! Do you think justice has been served? Yes. Jullie mogen om beurt een thema kiezen. Lisbeth en William, jullie beginnen. Wolf of Wall Street? Wolf of Wall Street. Conchita Wurst. Ja. Het WK voetbal. Ja, absoluut. Ja. We zagen de keeper daar bij België VS. Joanna Tielemans. Ja, en haar boek. Obama. Barack Obama. De paus. Hebben we ook gezien. Anders Breivik. Hebben we die niet gezien? Nee, ai, anders Breivik hebben we niet gezien. Ai, dat proces. Nee, het was iets anders. Pistorius. Oscar Pistorius, ja. Maar jullie kunnen nog het goed maken als je de achtste thema vindt. Sluiting van Fort Genk. Ja, goed. Mooi goed gemaakt. Ja, het is belangrijk, hè? Want jullie hebben nu 4 thema's. Of dat we er iets van kennen. Ja. Over elk thema stel ik straks een vraag. Het eerste voor 20 euro, de eerste vraag voor 20 euro, daarna 40, 60 en 80 euro voor de laatste. Dus het is belangrijk dat je goed kiest welk thema je eerst wil. Ik weet wel niet van België VS. Ja, oké. Okay. Ik Barack Obama, denk ik. Fort Genk dan. Ja, pak dan Fort Genk. Alsjeblieft. Oh, ik hoop dat ze vragen waar dat was.18 december was heel Limburg stil toen de laatste Ford in de fabriek van Genk werd afgewerkt. Iedereen in Limburg kent wel iemand die nog bij Ford Genk heeft gewerkt. Onze voetballers ook. Van welke rode duivel heeft de vader nooit bij Ford Genk gewerkt? Nooit? Nooit. Dus de andere twee wel. Hè? A. Divo Corrie. B. Jelle Vossen. C. Kevin De Bruyne. Origi, denk ik. Nee, Origi wel, denk ik. Alhoewel. Origi, die is zelf nog geschot, die vader. Die heeft toch nooit bij Fort Genk gewerkt. Denk ik. Pak dan maar Origi. Origi? Origi is niet goed. Nee. Ik denk De Bruyne, want die komt van Gent eigenlijk. Ik weet dat Jelle Vossen zeker wel. Dus ja, en Kevin De Bruyne is eigenlijk afkomstig van Gent. Ja. Dus De Bruyne. Jullie hebben de 20 euro binnen. Dat is vervelend, maar geen man overboord. Hè. Het was 20 euro, dus dat hebben jullie goed ingeschat. Bart en Siska, wat nemen jullie voor 20 euro? Die worst, daar weet ik niet veel van. Ik weet alleen veel van Joanna Tielemans. Ja? En jongeren bij de paus? Nee, eigenlijk. Jongeren bij de paus, mag dat? Oké, jongeren bij de paus? Ja, misschien. Ja, Vijf Vlaamse jongeren hebben in april hun droom waargemaakt door een interview te mogen afnemen van de paus.
Welk geschenk namen ze uit België voor hem mee? Chocolade? Of worst? Nee, dat is voor Conchita. Ja. Chocolade? Dat is geen chocolade. Oh. Wat was het wel? Krijgen wij geen type? Nee, jullie mogen al antwoorden omdat zij het wisten. Iets van Pater Damiaan of zo? Een aandenken. Een aandenken van Pater Damiaan. Ja, wat, een vinger of wat? Nee. Ja. Spaten misschien. Maar nee. Het was ik geen blijf chocolade. Bij Pater Damiaan. Ja, iets van Pater Damiaan. Ja, om te beginnen was het buiten de tijd. En bovendien was het dat niet. Het was wel dit. Hallo. Brego. Ik wou dat vijf keer. Dat heeft Pater Damiaan ooit aangehad. Ja. Ja, een voetbaltruitje dus. Ja. Ze hebben waarschijnlijk gedacht, origineel cadeau is geen chocolade of bier, ja, maar de paus was... krijgt wel nog meer voetbaltruitjes. Oh. Ze lachen hem vriendelijk toe. Hij lacht ook elke keer vriendelijk terug. Voor 40 euro mogen jullie nu een nieuw thema kiezen. Wolf of Wall Street. Oké. Okay. Pak dan Wolf of Wall Street. Ja. Ja. In januari won Leonardo DiCaprio een Golden Globe voor zijn hoofdrol in The Wolf of Wall Street. Een Oscar zat er dit keer niet in, maar de film brak wel een ander record. Welk woord hoor je exact 506 keer in de film? En dat is een record in de filmgeschiedenis. Fuck. Fuck, denk ik, ja. Laten we samen kijken naar het antwoord. Fuck, 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 motherfucker, fuck, fucking, fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja, en zo gaat het nog wel even door. 3,16 keer per minuut het woordje fuck levert jullie 40 euro. We zijn nog bij de deur van houden tot de plaats. Bart en Siska voor 40 euro. Conchita? Ja, het Conchita worst. Conchita worst, alsjeblieft. Conchita. De Oostenrijkse Conchita Wurst won het Eurovisie Songfestival. En dat zullen we geweten hebben, ook qua naam. Een harige zeehond uit het Brugse Boudewijnpark heeft de naam Conchita gekregen. En een slager uit Oostenrijk heeft een echte Conchita Wurst gemaakt. Maar niet iedereen was even gek op Conchita. De orthodoxe kerk bijvoorbeeld, die heeft een ramp uitgeroepen tot de ramp van Conchita. Van welke ramp gaf patriarch Irenee haar de schuld? A. Overstroming in de Balkan. B. De hongersnood in Somalië. Of C, het gat in de ozonlaag. Dat is overstroming in de Balkan. Ah, ja. Je kijkt zo zeker, Bart? Ik heb dat gelezen. Ja. 40 euro. Okay. Kom aan, William. Je gaat nu voor 60 euro een vraag kunnen oplossen. Obama? Hij gaat het sneller. Obama? Obama. Ja, we weten ondertussen dat Barack Obama graag golft, net zoals wat al zijn voorgangers eigenlijk. Maar in december tijdens zijn vakantie op Hawaii sloeg hij de bal flink mis. Omdat de president wou gaan golfen, moest een ander evenement noodgedwongen van de baan wijken. Wat was dat evenement? A. Een trouwfeest. B. Een oldtimer treffen. Of C. Een militaire parade. Dus Barack Obama wou gaan golfen en een van deze evenementen moest zich verplaatsen. Trouwfeest. Ja. Zie die uit, Bart. Trouwfeest. Trouwfeest? Ja. Laten we eens kijken. Hi, Mr. President. Hello. Daar kunnen ze voor eeuwig mee stoeven met dat telefoontje. 60 euro. Zie je, Willem? En dan gaat het snel, hè? Want als we nu een tussenstand maken, hey, dan heb jij 265 euro, Bart 275, Siska 330 en Lisbeth 370. Bart en Siska. Joy? Ja, super. Gewoon Joy? Ja. Gewoon Joy. Op haar paspoort staat Joy Anna, maar wij mogen sinds dit jaar hashtag gewoon Joy zeggen. De actrice uit Thuis en sociaal media fenomeen schreef een boek over haar jonge leven en deed dat heel goed. Het werkstuk was een echte hit op de boekenbeurs. Stond ook een tijd lang op 1 in de boeken top 10. Als je haar echt wil leren kennen, moet je het zeker lezen. Want tot in de kleinste details beschrijft ze wat ze precies doet en hoe haar leven eruit ziet. Wat geeft ze jammer genoeg niet prijs in haar boek? Is dat A. Hoe ze haar veters strikt? B. Hoe ze haar kleren opvouwt? Of C. Hoe haar begrafenis eruit moet zien? B. Oh my. Dat was iets te snel.
Volgens mij heeft Siska de boeken gelezen. Meermaals. We zitten met een kenner. 60 euro. Ja. Nu komt er op aan, ik heb maar dat. Voor 80 euro, Lisbeth en William. België versus de VS. Voetbal, daar weten jullie alles van, blijkbaar. Uiteraard. Ja. Tim Howard, zagen we. De keeper van de VS. In de match tegen de Rode Duivels op het WK schudde maar liefst 16 ongelofelijke saves uit zijn mouw. Absoluut record op een WK in de laatste 50 jaar. Hij werd dan ook prompt benoemd tot voetballer van het jaar in de VS. Dat was te begrijpen, maar op Wikipedia werd hij zelfs nog even minister van Defensie genoemd. De Rode Duivels waren vol lof over hem en ook omgekeerd. Twee Rode Duivels kent hij zelfs heel goed, omdat ze ploegmaat zijn bij de Engelse club Everton. Miralas? Nummer eentje. En Lukaku. Lukaku. En Miralas. Wow, zelfs twee. Ja, 80 euro, wel verdiend. Ja. Mijn kinderen gaan zo trots zijn. Ja, het is een hele goede keeper, die Tim Howard. Maar deze keeper is wel echt de keeper van 2014. Winding up for the shot and... Oh! With the approach! Oh! Waiting for the kick to happen. He's probably wondering when... Oh! The man! The myth! The legend! Gonna take him out? No, wait! They brought him a chance! Oh, a bold move by the manager! He can't mess up this shot! Oh! Go! What is he doing? He's throwing away the mat! Ja, jullie gaan het moeten doen met Oscar Pistorius. Want als we naar de stand kijken, dan is het wel echt heel erg spannend. William, 345 euro. Lisbeth, 450. Siska, 390. En Bart, 335 euro. En Bart en Siska, jullie moeten een vraag voor 80 euro beantwoorden over Oscar Pistorius. De Paralympische atleet, Blade Runner Oscar Pistorius, werd veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodschieten van zijn vriendin, Riva Steenkamp. Pistorius had gehoopt na 10 maanden de gevangenis te mogen verlaten, om het laatste deel van zijn straf thuis uit te zitten. Maar waarom is dat volgens de gevangenisdirecteur onmogelijk? Omdat hij geen voet heeft voor zijn enkelband. Ja. Just. Is dat jullie antwoord? Hij heeft één been, mist één been. Dus voor 80 euro? Oh ja, waarom niet? Kan ik eens zot doen. Het is juist. Ja. Ja, ik kan geen enkelband dragen, want hij heeft geen enkel. Ja. En daarmee komt er 80 euro bij. Is deze ronde helemaal gespeeld. En kijken we dus naar de eindstand voor de finale. 345 euro voor William. Bart, 415 euro. Hoge scores, hoor. Lisbeth, 450 euro. En Siska, 470. Dus Lisbeth en Siska gaan naar de finale. Ja, Bart, 415 euro voor de vereniging tegen mucoviscidozen. Is goed, hè? Ja. Het is wel bergaf aan het gaan. Hè. Tweede in de slimste mens, nu derde. Om al stoppen met quizzen. Ja. Maar wel op nummer 1 in de kijkcijfers. Hè. Voorlopig, ja. Wat ga je doen in 2015? Nog programma's maken. Hè. Veel. Maar welke? Dat is geheim. Ja, ja, dat is nog geheim. Hè. Ja, ja, tuurlijk, ja. Ideeën zijn soms zo simpel dat je, als je er iets over zegt, dat iemand misschien sneller kan zijn en minder goed. Ja. Dus, ah, ja, dat kan. Hè. Dat is een afdrukje maken. Oké, okay, en heb je persoonlijke voornemens voor 2015 gemaakt? Nee, terug wat sporten en daar ben ik mee begonnen. Sinds vandaag. Ja. William, ja, helaas. Ja. Je bent er dichtbij geweest. Maar ik vraag me uit, wat is die een bol daar? Ik heb precies het gevoel dat ik LSD heb gepakt. Dus je hebt daar ook niks mee gedaan in heel deze show. Waarom maakt dat die? Maar ik vond het leuk voor de rest. Zo, maar... ja. En 345 euro voor To Walk Again. Ja. Voilà. Wat ga jij doen in 2015? Minder sporten. Heel fijn dat jullie erbij waren. William Boeva en Bart de Pauw. Ja, de vrouwen hebben dus het best gescoord in deze aflevering. Maar wie de finale wint, dat zien we zo. Siska tegen Lisbeth. En hier zit je dan, hè? Klaar voor de finale. Had je het verwacht, Siska? Nee, totaal niet. Nee? Nee, natuurlijk niet. Nou, je bent toch vaak met de actualiteit bezig geweest dit jaar?
Ja, het is waar, maar dat is altijd tussen 6 en in de voormiddag. Ik heb echt geen enkel televisieprogramma gezien. Zo zelfs het journaal haal ik niet, want dan moet ik nog net naar Moestie kijken. En dan moet ik gaan slapen. Voor mijn zoon, hè. Vooral duidelijkheid. Ja. En dan ga ik om 7:30 slapen. Dus ik heb van tv-dingen en zo heel weinig gezien. Maar je bent dus elke morgen opnieuw mee. Maar elke ochtend opnieuw, ja. En Lisbeth? Probeer ik, ja. Had jij het verwacht? Nee, totaal niet. Tegen Bart de Pauw. Ja, nu wordt het wel bloedernst, want 2014 euro staat op het spel. Siska, ik begin bij jou, want jij hebt het best gescoord tot nu toe. Als je 4 vragen goed beantwoord, heb je 2014 euro en je hebt 60 seconden. Klaar voor? Ja. Let's go. Sommigen gaan er trouwen, Obama gaat er golfen. Waar was hij op vakantie in december? Hawaii. Is goed. Niet op Hawaii. Waar won Conchita Woest het Songfestival? Kopenhagen? Ja. Welk dier in het Brugse Boudewijnpark kreeg ze naar zich vernoemd? Een zeehond. Time out. Amai. 15 seconden, 16 seconden heb je verloren. En je hebt al 3 vragen goed. Oké. Okay. Dat is wel heel sterk. Ja. Het zou kunnen dat Lisbeth Homans er niet eens aan te pas komt. Dat is goed, hè? Het hangt af van je antwoord op de volgende vraag, Siska. Oké. Okay. We zaten bij de zeehond. Misschien had dat beestje ook liever anders geheten. Hoe heet mevrouw Woest echt? Tim, Tom of Patrick? Weet ik niet. Zeg iets? Tim. Is niet goed. Het was Tom. Oké, Lisbeth, jij bent terug in de running. Niet Tom, maar Tim Howard schudde de ene na de andere save uit zijn mouw. Hoeveel liet hij er uiteindelijk binnen tijdens die match? Amerika tegen België? Ja. 2. Is goed. Een keer of 250. Vaker werd er fuck gezegd in Wolf of Wall Street. Hoe vaak werd er fuck gezegd in Wolf of Wall Street? 370. Nee, 506. Terug bij jou, Siska. Zeg nooit fuck als je een selfie maakt in een kerk. Hoe heet dat soort selfie? In een kerk? Ja. Een churchie? Nee. Een churchie. Ja, dat is niet goed. Hè. Lisbeth. Hoe mag dat soort foto's, hè, selfies, volgens Kees van Kooten heten? Fuck. Nee. Heb ik nog een seconde, hoor. Ja, okie-pokie of zoiets? Nee. Stop. De autofoto. Shit. De autofoto, hè. Autofoto. Ja. Maar okie-pokie is een goed voorstel. Dat was het. Oké, Siska. Mm-hmm. We waren bij de selfies. Met wie stond Joke van de Velde op een naaktselfie? Leslie Ann Poppen. 2014 euro. Wow. Goed gedaan. Dank je. Proficiat, Siska. Dank je wel. Ik ben blij voor Prinses Harten. Ja, en 450 euro, Lisbeth, voor Camiano. Dat is ook goed. In Antwerpen. 450 euro is goed, ja. Ja, voilà. Wat ga jij doen in 2015? Veel werken, denk ik. Vermoed ik. Maar toch ook proberen een beetje van het leven te genieten. En niet naar een man zoek, Tony. Nee, een vrouw dan. Ja, nu is het heel makkelijk. Ja. Nee, ja. En Siska, jij komt morgen terug. Ja, dat is juist. Naar de finale. Ja. Oké. Ja, nee, kijk er naar uit. Ik ook. Heel erg fijn dat jullie hebben meegespeeld. Lisbeth Homans en Siska Schoeters. En daarmee is het zover. Alle 52 hoofdrolspelers van 2014 zijn gepasseerd. En de finalisten zijn dus gekend. Morgen spelen we de ultieme finale van de quiz van het jaar. Om te weten wie echt het meeste weet van 2014. Wat we nu al weten is dat het zeker een vrouw wordt. Want de 4 finalisten zijn Issan Shoalekli, Linde Merkpoel, Meirem Almaci en dus Siska Schoeters. Zij strijden voor de titel van Miss 2014. Tot morgen voor de finale van de quiz van het jaar. APPLAUS.